Yo, Gianan hier en welkom terug bij de tweede aflevering van F1 2021 Breaking Point. Vandaag gaan we verder in China, maar heb je de eerste aflevering in Australië en de Formule 2 gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Het kan recht met ietsje kleed erop zitten die aflevering verschijnen. En ja, dan zou ik zeggen, laten we doorgaan met de story mode. The Chinese Grand Prix here in Shanghai and this track fast becoming a rookie's favorite. Alex Albon, remember him from last year? A brilliant race in his debut season, and it looks like Aidan Jackson's continuing the trend. He really is, Crofty. He's showing great promise so far this season. Well, here's Ackerman now going up behind his young teammates. And the rumour in the paddock, Crofty, is that the tension's building between these two. Let's see what happens here. Here we go, Ackerman's going for it! Down the inside of the hairpin, he's barged his teammate off the track! What are you doing? Kasper, what the hell? Looks like Jackson's really struggling to get over that. Okay, Ada, keep it focused. Concentrate. That brush with his teammate, clearly affecting the young driver. It looks like it has, Crofty. I can't see any significant damage to that car, so he's going to have to pull himself back into this race. Car's looking okay, Aiden. See if you can recover a few places. What was that all about? We moeten dus helaas weer naar voren zien te knokken om tiende te worden in deze grote prijs. We staan op P14. Er zijn nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. En we kunnen hier al misschien gelijk Lando Norris gaan passeren. Gooi onze overtakeknop aan. Maar Norris zit denk ik net te ver weg. We kunnen er wel naartoe remmen. Probeer ik het hier dan, want we duwen nog eens een klein beetje vooruit. We zitten hier goed en we laten de auto gewoon staan. En P13 is mooi van ons. De volgende heet dan Esteban Ocon. Die we hier dan al gelijk gaan passeren. Bij het rechtstuk duwen we hem daar gewoon van de baan af. Waarom? Daarom eigenlijk. En zijn naar P12. We gaan hier een beetje slingeren over het rechte stuk om te zorgen dat Ocon niet in mijn slipstream komt. En nu is die positie dus echt van ons. Dat is goed om te zien. We krijgen een blauwe vlag omdat Russell op een ronde wordt gezet door ons. Daarvoor rijdt Carlos Sainz en daarvoor rijdt Kasper Ackerman. Die ons heeft geraakt in dat beginclipje van de grote prijs van China. Kunnen wij Magnussen hier dan al gaan passeren? Het is heel gewaagd, maar dat lukt. Een beetje wielbengen met de Deen. Maar P10 is mooi van ons. De volgende heet... Oh, trouwens Carlos Sainz. Oh, Magnussen was op een ronde gezet. Oké, mooi. Sainz is dus de volgende. We duwen hem als het ware gewoon vooruit. Kruisen naar achterlangs terug. Maar kunnen niet aanvallen, want Sainz verdedigt zich heel breed. We gaan ronde nummer 11 alweer in. Overtakeknop ingeschakeld. Kunnen niet kijken, want Sainz verdedigt zich heel goed. Probeer het hier dan aan die binnenkant, dat lukt. En Sainz is gezien en P11 is van ons. Nu moeten we naar Kasper Ackerman zien toe te rijden. En die gaan passeren. En dan komt het denk ik allemaal goed. Paars in sector 2, groen in sector 1. Ackerman is hier dan gezien. Denk ik. Hij gooit hier wel zijn overtakeknop aan. We hebben DRS. Geen overtake gebruiken. Ackerman verdedigt heel scherp. We krijgen een waarschuwing. We retoucheren van Kasper. We remmen beide extreem laat. Maar P10 is mooi van ons. De volgende heet dan Alexander Albon. En in ronde nummer 12 zitten we aan de staart van Albon. Proberen het hier dan aan die buitenkant. Dat lukt helaas niet. Maar daardoor vertraagt Albon zich enorm. En P9 is van ons. De volgende heet dan Devin Butler. Die we in Australië de vorige aflevering ook al tegenkwamen. Want toen raakten we met z'n drieën beide auto's. Dat was niet slim van ons trio. En dus moeten we nu beter zien doen hoe we dat goed kunnen oplossen.
Butler, dat gat is 2 seconden. Ackerman rijdt op P11. Albon op P10. We zitten in ronde nummer 13. Nog 2 rondes te gaan. En Devin Butler is hier dan gezien. Hebben een meer topsnelheid. Duwen hem daar gewoon van de baan. En P8 is van ons. Ja, ik moet even kijken. Want de positie en de lap is nu in dit spel omgedraaid. Waar je de rijders ziet met Vettel, Fiat en Jackson. Daar stond ook boven normaal position 8 van 20. Nu is dat net andersom. Ik kan dat aanpassen, maar dat doe ik gewoon niet. Misschien doe ik wel dat je de gears wat naar de zijkant ziet. Dan zie je de helm wat beter. Maar goed, we gaan de laatste ronde alweer in. Ja, bijna dan. Yannick Fiat is de volgende. Die rijdt op P7. We kijken bij de hairpin. Hebben flink IRS lopen besparen. Kijken hier naar die binnenkant. Lukt dat? Nee. Want we raakten de curbstones. En we moeten nog even wachten voor P7. Kvyat verdedigt heel erg scherp. We kunnen hier niet voorbij. Want hij houdt zijn auto heel breed. Kvyat, wat doe je, jongen? Bewoog daar naar links. Ging toen weer terug naar rechts. Heel apart wat de Rus daar deed. We kunnen hier niet aanvallen. Maar hier dan wel. Overtakeknop. Nog niet ingeschakeld. Hebben wij ook DRS? We hebben DRS. En de Alfa Tauri is sneller. Bottas wint de wedstrijd. Wij kijken hier bij Kvyat voor P7. En zijn er voorbij. Dat is goed om te zien. Hamilton naar P2. Verstappen naar 3 volgens mij. Wij finishen dus als P7, Vettel in zijn Ferrari nog naar P6, Gasly naar 5, Butler naar 9, Kvyat 8. En we pakken weer mooi punten voor Racing Point. En dan gaan we kijken wat het volgende scenario wordt. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Well, plenty to digest there and a little bit ominous seeing the two Racing Point teammates make contact again. Things don't look stable between these two drivers, Crofty. They've barely been teammates 5 minutes. That wheel bump, could that have been avoided, Ant? Yeah, it looked like Ackerman was making a bit of a statement to me. He's certainly not given Jackson any room. A sign of things to come? Well, for their sakes, let's hope not. That wraps things up here in China. Until next time. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Casper, what the hell was that? You nearly put me out the entire race. Bumping wheels like that, you could have put us both into the barrier. Casper, come on, man. I have to make a phone call. Casper! Ackerman! Mum, cancel the TV subscription. The entertainment is right here. Come off it. Do you really have nothing better to do? Why now? No. And why would I want to miss this? You two are like characters in a badly written sitcom. He wanted your lot to sign Ricardo, you know. Ask anyone. What do you mean? The paddock talks, mate. And so did Ackerman. Yeah. Should have heard him last season. He didn't care who he talked to, and he was always going off and on about you. He tried to stop them from signing you. He didn't want to play babysitter. Oh, he did he? Everyone knows. Have you not seen the way that people look at you? We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. You want my advice? Prove him wrong! Chin up!
It's a great day for racing here at Le Castellet, and the drivers are making their final preparations on the grid. Let's hope for a thrilling contest then, here at the French Grand Prix. Mastering a lap of Paul Ricard means getting to know 15 corners, 6 left and 9 right, for an overall lap distance of 3.6 miles. The two halves of the long Mistral Strait are separated by a heavy braking zone into a potential overtaking hotspot at the Chicane Nord. And watch out for the drivers running onto the distinctive coloured stripes, which are low in grip and highly abrasive. Here we are then at the Circuit Paul Ricard in France, the 10th race of the 2020 Formula One season. And the standings are starting to take some kind of shape, Ant. Yeah, exactly. You've got your big three jostling for position at the top, so no surprises there. A little less predictable in the midfield, though you could make an argument for Racing Point underperforming somewhat. The two Racing Point drivers denying each other points, perhaps? Well, it's all to race for, and a lot of season left ahead of us. So let's see how it all pans out. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Leclerc, Daniel Kvyat, and Ricciardo, Norris, Vettel, Sainz, and Pierre Gasly, Ocon, Ackerman, Devon Butler, and Albon, Giovinazzi, Grosjean, George Russell, and Aidan Jackson, Magnussen, and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay, we've not quite had the start of the season we'd hoped for, but we've got a chance to make up some ground today. Try to keep your nose clean and show us what you've got. Good luck, Aiden. Komt goed, Jeff, komt goed. Grote prijs van Frankrijk, Breaking Point. Daar zijn we dus aanbeland met Aiden Jackson. Dan gaan we beginnen voor de grote prijs. We starten vanaf P18. De lampen gaan aan. We moeten voor beide McLaren's en beide Renault's coureur finishen. We zijn onderweg en we komen beter weg dan George Russell. Beter weg dan Romain Grosjean. Beter weg dan Giovinazzi misschien. Zelfs. Nee, want Albon blokkeert ons. En we kunnen nergens naartoe. Want het is hier een beetje file rijden. We hebben een betere exit dan Giovinazzi en zijn er al voorbij. We kunnen niet kijken bij Albon en Ocon. En we zijn op dit moment naar P15. Kleine touché met Alexander Albon. Geen voorvleugel beschadigd gelukkig. Ook een klein momentje op de curbstone, maar dat is niet erg. En kijk hier mooi via de buitenkant naar Alexander Albon. Hebben hier ook meer overspeed dan Ocon. Maar die zit in de slipstream van Casper Ackerman, mijn teamgenoot. Ocon kijkt bij de Nederlander. Lukt niet. We nemen hier misschien een andere lijn dan de Fransman. Oh, een kleine touché met Esteban Ocon. En daardoor pakt Alexander Albon ons weer terug. Voor P15. Dat is niet de bedoeling. En we moeten zorgen dat we de Britse tijd weer gaan inhalen. Dat is inmiddels gelukt. En we zitten achter Devon Butler. Die maakt hier ons een beetje lastig. Een kleine touché met de Engelsman. Gasly kijkt voor P11. En dat is hem gelukt. Butler verdedigt die binnenkant. Gasly kijkt naar de buitenkant. Een leuk gevecht voor P10. En Gasly heeft die positie veroverd. Hebben hier meer snelheid dan Butler. En nemen hem mooi te gazen via die buitenkant. We hebben een overtakeknop. En die gaan we gebruiken. Kijken naar de binnenkant van Pierre Gasly. Lukt dat? Dat lukt maar net. En dat is goed genoeg voor P10 in ronde nummer 2. De volgende heet dan Carlos Sainz. En die rijdt op P9. Beides in de punten op een P10. We moeten ook voor beide Renaults en McLaren's finishen. Dus het zijn Norris, Sainz, Ricciardo en Ocon. Ocon hebben inmiddels te razen. De andere drie rijden gewoon voor ons. Hamilton zet de snelste race onder neer met een 1.36.5 en Sainz hebben te grazen genomen. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als mijn laptop weer begint te blazen,
van, denk ik, oververhitting. Maar goed, dat is niet erg. P4 en we duiken naar binnen, naar deze ronde. En gaan naar de medium compound. Oh, 10 seconden straf. Een 10 seconden straf voor het track limits gebeuren. Dat betekent dat wij, ja, aan het einde van de rit er 10 seconden erbij krijgen. Een domme fout van mij die ik niet had verwacht. Naar de medium compound. En we komen achter Ocon terecht. Maar die moet nog een keer naar binnen. P11 in ronde nummer 7. Er zijn nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. En nu moeten we knokken voor wat we waard zijn. Om misschien die tijdstraf van 10 seconden te kunnen ontlopen. Dus dat we 10 seconden van iemand wegrijden. En dat we dan gewoon nog voor hem eindigen. Dat is nu gewoon het doel van de wedstrijd. Verstappen rijdt op P10 op die mediumband. Maar zit maar 18e, 19e van ons verwijderd. Hebben DRS. Hebben ook een overtakeknop. Die gebruiken we beide. En we kunnen niet aanvallen. Verstappen zit klem achter Giovinazzi. Kunnen hier achterlangs terugkruisen bij de Nederlander. Lukt dat? Hebben hier meer snelheid. Giovinazzi verdedigt die binnenkant. Dan wordt hij 3 wijd. Paars in sector 2. En dat is gelukt. Mooi gedaan. Giovinazzi en Verstappen verschalkt. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Als daar dan Lewis Hamilton is. Voor P1 in de wedstrijd. Heeft daar een slechte exit. Kijk een mooi via die binnenkant naar P1. En dat is gelukt. Mooi om te zien. We keren gelijk Lewis Hamilton dat hij er niet langs kan. En we zitten in ronde nummer 9. Zetten ook de snelste race ronde neer met een 1.34.7. En moeten nu 10 seconden van Lewis Hamilton zien vandaan te rijden. We zitten in ronde nummer 13. De laatste ronde loopt. We zijn 10 seconden weggereden. Het gat is 11,1 seconden. Dat betekent dat Aiden Jackson een racewinnaar wordt in F21-21. Ja, eigenlijk is het F21-20, maar het spel heet F21-21 enzovoort enzovoort. Maar goed, we winnen dus in Frankrijk. Goed gedaan. Ondanks die tijdstraf van 10 seconden, dat is goed om te zien. Dan gaan we het lekker vieren met het team en de teambaas. Casper Ackermann verslagen en dit gaat pijn doen bij de Nederlander. En dat is alleen maar goed om te zien. And with that we wrap up yet another incredible Grand Prix weekend. Business as usual for the big three, but a bit of a reshuffle in the midfield here in France. That's certainly much better from Racing Point. Frankly, they should be in the mix more often. On a good day, they're as good as anyone in that midfield pack. And they've certainly proved it today. Racing Point's performance today has shown that they can be competitive with the veterans of the sport. They're making their way out to the podium now as we speak, and the reaction from the crowd must be incredibly uplifting for them. Een mooi resultaat is voor Aiden Jackson, die zijn eerste wedstrijd wint in Frankrijk. Casper Ackermann verslagen, Hamilton verslagen, Vettel verlaat naar F21-20 Ferrari en gaat naar Aston Martin, normaal gesproken, maar dat kan nu niet. Telefoontje van Brian. Aiden, just so you know, there's a full team meeting in 20 minutes. Een team meeting, maar goed, dat zien we dan allemaal in de volgende aflevering. Deze aflevering zit erop, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze content. Heb jij genoten, bedoel dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse F21, 21 Breaking Point en My Team Career met content zien?
Abonneer dan voor meer, zou ik zeggen. Schakel ook lekker belletje zijn. Geen enkele aflevering van mij mist. Like het als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Kan er iets beter worden op deze video? Zet het dan in de comments neer. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F2121. Ga verder met Breaking Point.